op mijn gezondheid. Luc. Ja, vorige week zaten we tussen de kaarsstekels op een ander plekje, namelijk bij de Vrienden van Amstel. Was gezellig, hè? En ja. Een van de onderdelen was een hommage aan T. Lau. Werd gespeeld daar op het podium. T. was te gast, die ging kijken, zat ook bij ons aan tafel. En ja. Jij vroeg hem toen, ja. Ga je niet eens een keertje wat spelen? Moet je niet gewoon eens een keertje ook op het podium komen staan? Ja, zei T. toen, en gisteren was het zover. Dames en heren! Prachtig moment. Heel Ahoy was uiteraard weer uitverkocht. En hij ontving na afloop een staande ovatie die je uiteraard ook verdient. Goed, dan even terug naar gisteren. Alles is er eigenlijk al over gezegd, hè? Met Tariq Z, inval bij de NOS. Het mooiste bericht wat ik vandaag daarover vond was deze op mediacorant.nl. Fred van Leerfonds, gijzelnemer, top gekleed. Ook belangrijk natuurlijk. Dan hebben we echt alles wel afgetikt wat betreft deze zaak. Even wat anders, heeft een klein beetje mee te maken. Het is een opsporingsberichtje uit Amerika. Een Amerikaans dorp, Rosenberg heet dat dorpje, ligt in Texas. Daar is een overval geweest. Dat is een pittig type was dat. Hij heeft namelijk een man beroofd. Samen met zijn dochter aan het begin van de avond wapen gebruikt. Geld afgenomen, sieraden meegenomen. Dat is niet leuk. En de politie wil die man nu natuurlijk gaan zoeken. Ze hebben ook een signalement uitgegeven. Compositietekening gemaakt. Alleen die is niet helemaal perfect. Wil je hem zien? Graag. Mm-hmm, yeah. Nou, dit is hem. Nee, dit is niet serieus. Dit is serieus de compositietekening van de overvaller in Rosenberg. Ik wens ze veel succes. Hij schijnt trouwens nog 800.000 misdrijven op zijn naam te hebben staan, maar dat weet ik niet helemaal zeker. Iets anders dan een onderzoekje van de Maag-Lever-Darmstichting. 90, ja, daar ben je weer. 90% van de Nederlanders stelt namelijk wel eens het poepmoment uit. Waar poepen we dan liever niet? Nou, 78% doet dat liever niet in een restaurant. 73% liever niet op vakantie. Nou, als je 3 weken gaat, dan levert dat volgens mij best veel problemen op. En 67% doet het liever niet op het werk. Ja, poepen midden in een restaurant heeft ook niet mijn voorkeur. Maar goed, het ligt nog steeds een klein beetje in de taboesfeer natuurlijk. En ja, dat moet anders, zegt nu de stichting. En eigenlijk heeft iedereen een beetje zijn eigen poepmomentjes. Iedereen doet het op zijn eigen manier. Hou jij het wel eens op omdat je denkt, dit is te vies? Ja. Ja. Vanochtend, even, dat is een goede vraag. Vanochtend. Ja, prima. Ja, heel veel. Ja, heel veel gepoept heeft hij. Goed spannend, hè? Te gek, toch? Heb jij een beetje goede poepmomentjes? Ik wacht niet, sorry. Nee, nee. Julia Enders zat hier, hè, die darmspecialist. Ja? Die zei, oh, is dat het? Die zei, ze heeft geleerd van de darmen, je moet niet wachten. Je moet gaan als je moet. Ja. Zij doet het zelfs in een vieze trein, deed ze net, die schrijfster. Ja, nou, dat is dus wel een van de plekken waar mensen het dus niet willen doen. Niet, echt, vind maar het is niet goed voor je buik. Nee, ja, althans voor je darmen. Precies, dat zeggen ze ook inderdaad. Ja. Goed, verhaal van vandaag. Het heeft flink gevroren bij deze jongen. En er ligt ijs op zijn zwembadje. Alleen, ja, ijs is bij deze jongen, ja, dat is een illusie, vindt hij. You ready for this? I don't know. Tell me when you're about to, alright? Go! Die zag je niet aankomen. Terug even naar gisteren. Tennisster Sharapova heeft zich gisteren geplaatst voor de finale van de Australian Open. Misschien wel meegekregen. Ze was sterk voor haar landgenoot. Makarova heet die. En inmiddels is ook bekend wie eigenlijk de grootste fan is van Sharapova. Twee sets lang heeft hij zo rondgesprongen. Geen obesitas deze hond. Meer spot, en dit is echt geweldig. Dit is Tom Brady. Hij is een American football speler. Tom Brady, waar hebben we hem? Kunnen we hem zien? Ja, kijk. Ja. Oh, nee. Ja. Breaking the balls in. They also know that how I like the balls. And I tell them how great they are. You know, to me, they're perfect. I don't want anyone touching the balls after that. I don't want anyone rubbing them when I felt them. They were perfect. I mean, I wouldn't want anyone touching those. I would zip those things up and lock them away. I don't think anybody knew there was an issue with the balls. You know, really, till Monday morning, I had no idea what happened with the balls. I think I'm not squeezing the balls. I think there's a lot of variables with, obviously, Mother Nature and with the balls. Some guys like them round, and some guys like them thin. Some guys like them tacky. Some guys like them brand new. Some guys like old balls. I mean, they're all different. Ja, hij duurde zo lang. Ik denk dat het expres is geweest uiteindelijk. Hij is trouwens getrouwd met Gisele Bündchen, deze Tom Brady. Meer funzigheden. Dit konijn heeft geen vriendin en ja, probeert dus een keer een rubberen variant. Toink. Voetballonnetje. Lukiek.